Sportieve groet uit het Los Sportcafé. Nog eenmaal zijn wij er weer voordat ook wij een paar weken met vakantie gaan. U merkt het al aan het decor. Alles is afgesminkt. U bent weer afgesminkt waarschijnlijk. Het oranje is weg. Geen vlaggetjes, toeters en bellen. En in dat wat kale vakantiedecor gaan we u meenemen voor het laatste stukje van dit seizoen. Ik zeg we, maar eigenlijk mag u het met mij alleen doen. Geen gast, maar wel genoeg sporters die afgelopen seizoen successen behaalden. We waren met de camera afgelopen maandag bij de tennishal De Bikker om daar de ontvangst van de kampioenen te filmen. En we gaan ze allemaal de revue laten passeren. Dat doen we in een paar gedeeltes, afgewisseld door de beste, meest gekozen spelers van FC Bunschoten. Nou, zo nemen we u het komende half uurtje mee naar het sportcafé van deze week. We beginnen dus maandagavond. Daar is de tennishal met het gedeelte van de succesvolle supporters van Bunschoten Spakenburg ontvangen door wethouder Bert Koops. Ja, hallo, opletten! En opgelet moesten worden voor de foto die werd gemaakt van al die kampioenen. Allemaal hartelijk welkom, sporters. Maar niet alleen sporters, dat weten we natuurlijk uit de vorige keren. Ook de vrienden, vriendinnen, familie, ouders. Allen die toch een beetje betrokken zijn bij die sporters. Een schot of een worp in de roos. En dat is eigenlijk het debuut op dit kampioenenfestijn van dartvereniging Double Bull. En als ik goed begrepen heb, staan ze aan deze kant. Mannen, willen jullie hier komen? Jullie zijn kampioen geworden. En gepromoveerd naar de eredivisie Double Bull. En de darters waren de eerste in een reeks van 16 teams en individuele sporters die naar voren werden gehaald. En de badmintonvereniging, de Chevy Shuttle, ontbrak afwezig vanwege familieomstandigheden bij een van de speelsters. En hier zien we de schaakvereniging en passant. Zij werden eerste van de KNSB. Op de eerste momenten vaak van het jaar, dan kijken we altijd even terug en wie komt dan altijd in beeld. Het was een mooi, ik kwam het park op en daar zag ik dan opa en oma altijd wel weer trots. En altijd wel weer eventjes wat opmerkingen van dit en dat is wel gebeurd. En het is toch wel heel geweldig en het doet mijn kleinkinderen geweldig om dat weer te zien. En ik kan begrijpen dat ze erg trots zijn en zeker ook weer trots op Willem Holwerf. Winnaar wereldbeker ploegenachtervolging bij de junioren. En het is mooi om te zien, ook voor mij de afgelopen jaren, elke keer weer dat stapje verder naar de absolute top van de schaatswereld. Willem Holwerf. En Willem maakte bekend volgend seizoen te trainen bij de bekende Jillert Anema. Samen met zijn neef, die we zo meteen nog zullen zien. We hebben afgelopen seizoen, zoals jullie kunnen zien, een stel afgetrainde atleten in de competitie gestuurd. En dat heeft zijn vrucht afgeworpen. Dus daar zijn we eigenlijk wel heel trots op. Ja, we zijn eigenlijk met. Klinkt het nou raar? Hij zegt beide teams met overmacht kampioen geworden. Nee. En woorden van een trotse voorzitter van de Jeu de Boulevereniging Boulami, team 1 en team 2. Goed, straks meer kampioenen die werden gehuldigd. Afgelopen seizoen deden wij het hele seizoen weer FC Bunschoten. De gasten die hier waren, die mochten een speler eruit halen, mochten een nieuwe speler weer inbrengen. Zij waren de trainer op dat moment van FC Bunschoten. En we gaan eens even, vorige week hebben we het al bekeken met Harry Hamstra, dat ging wat snel. En we gaan eens even op ons gemak bekijken hoe dat er afgelopen seizoen heeft uitgezien. Wel, dan zien we, zo zijn we begonnen, 19 september. Bij de aanvang van de eerste aflevering dat we dit deden met op doel nog Dieter Wig. Het was een team samengesteld door de redactie van dit programma. Linksback Henry de Graaf, Van de Brink van IJsselmeervogels, toen nog actief. Jan-Pieter Hartog, Tony Tol rechtsachter. De middenveld van Hollat, Pinacci, Ames Guillou en Scholte. En voorin van Friderici. Dan dachten wij, en hier Ahaoui niet te vergeten. Op dat moment gingen we met de wissels aan de gang.
Ieder mocht, zoals gezegd, mensen eruit halen en er weer in doen. En aan het eind van het hele voetbalseizoen, en dan hebben we de maand mei, kwam er een ander FC Bunschoten tevoorschijn met op het doel Zonneveld. Een achterhoede met De Haan, Buitenhuis van Noord, Dekkers. Een middenveld Scholte, Pinacci, De Harder, El Gourari links voor Kees Tol in de spits en Maurice van der Wild. En een paar weken later hadden de dames van IJsselmeervogels nog Tony Tol erin gezet voor Dekkers en Ahahoui. Nou, daar gebeuren in de tussentijd heel veel. We hebben zometeen op kaart staan voor u per vereniging. Hoe vaak kwam iemand nou in de basisopstelling voor? En uiteindelijk hebben we dan aan het eind de best of afgelopen seizoen 2013-2014. Terug naar de tennishal, terug naar de Bikker. Oh. Ja, meerdere afstanden wint. Een beetje zo'n Sven Kramer idee krijg je met jou. Even, wat ik wel nieuwsgierig ben, zo'n Jilid Alema, heb je hem al ontmoet? Wat voor verwachtingen, wat kan hij jou nou meer brengen dan dat je nu hebt? Nou ja, we hebben al de hele zomer al heel veel getraind. De afgelopen 3 weken al op zomerreis gestaan. Nou, dan is het elke dag keihard trainen. Het is een hele bijzondere man, dat weet iedereen wel van de televisie, maar het is wel zo'n goede schaatscoach. Het is wel te zien aan Jorrit Bergsma, die werd afgelopen jaar Olympisch kampioen op 10 kilometer. Die heeft hij in 6 jaar helemaal vanaf zijn niveau naar het hoogste niveau gebracht. En dat hoop ik dat hij dat met mij ook kan doen. Ja, we gaan door, we hebben ook nog een Nederlands kampioen allround en dat is Sven Onning. Sven Onnink hebben het over de gymnastiekvereniging Total Gymnastics. Sven Onnink dus, Lucas Beukers, Wessel Hopman. En het blokje begonnen wij met Evert Holwerf en we eindigen met Katelijne. Bij de vorige bijeenkomst aan opa en oma zei ja, maar dan komt er nog eentje aan. Dat is onze Katelijne. Ik zei, schaats die ook? Ja, nee, die gaat wielrennen. Maar die heeft dezelfde drive en dezelfde wil om te winnen dan die jongens. Nederlands kampioen baanwielrennen. Jeugd op de wielerpiste van Sportpaleis Alkmaar. Katelijne op de Olympische Spelen, daar gaan ze voor. Succes! Ja, zoals gezegd, Willem en Evert Holwerf dus volgend jaar schaatsend als talenten bij Jillert Anema. En u zag Katelijne Holwerf een succesvolle familie daar op Eemdijk. Goed, we gaan verder met FC Bunschoten. Straks het laatste blokje van de kampioenen. We gaan eens even kijken per vereniging. Beginnen we bij Eemdijk. Nou, Jan-Pieter Hartog werd maar liefst 22 keer verkozen. Met kop en schouder steekt hij dus bij de Groenen erbovenuit, boven Henry de Graaf met 11 keer ook niet niks. Daniel de Haan 9 maal. Arjan Jelmer 7. Groenhart de keeper, Rick Groenhart, toch 6 keer gekozen. Jan van Twillet en Mitchell van Friederici 4 keer. En dan waren er een aantal spelers met 1. Beukers, Gielkes, Wouter Bout en Huigen werd 2 maal gekozen. Gaan we naar de Roden. IJsselmeervogels, toch niet het allerbeste seizoen, mag ik zeggen, van Michael de Harde. Toch populair. Werd 26 maal gekozen door de gasten. Eigen jongen. Dan Tony Tol, 16. Hollard en Zonneveld, beide 15 maal. Thomas Verheid, 13. Kuipers, Nick Kuipers, 11 maal. Burgerhout en Van Noord, 10. Ahaoui sluit dat linker rijtje af met 8. Kurbekovic, toch al 5 keer gekozen. Van der Brink en El Gourari, 2 maal. En Langeveld, 1 keer. Dan kijken we naar het rijtje van Spakenburg in FC Bunschoten. 28 maal en daarmee is hij van alle 3 verenigingen de meest gekozen speler. 28 maal, Hairi Pinacci. Kees Tol 23 keer en Amos Guiu 17, Ripson 14, Scholten 13, Dieterwig 9. Buitenhuis 6, Madadi 5 maal, David van der Groep, Maurice van der Wild 4. Lanting 3, Deloor, Dekkers Tabrima 2 maal. Goed. Groen,
rood en blauw. Uiteindelijk gaan we dat mixen tot de best of FC Bunschoten 2013-2014. En die opstelling laten we straks aan u zien. En het zal u niet verbazen dat Jan-Pieter Hartog daarin staat. Dat Pinacci daar uiteraard in staat. We gaan eens even kijken wie daar nog meer bij komen. Uiteraard Michael de Harder zal niet ontbreken in die opstelling. Maar nog even terug, het laatste stukje van de ontvangst van de kampioenen. En we gaan daar beginnen met de waterpolo'ers. Nou, zoals je ziet, we hebben een fantastisch jong team. Onze coach is zelf drukken. We hebben een fantastisch feest gehad. Daar is dit een gevolg van. Maar onze vereniging bruist. Bruist van energie en dit is zeker niet het niveau waarop we blijven eindigen. En we zullen zeker verder gaan als team. Ook dit team heeft de laatste dag moeten strijden. 21 punten en nummer 2 19 punten. En na Wilbert Lokhuis, voorzitter van ZNPC De Vaart, zagen we al wat kampioenen van de tennisvereniging. Zij speelden dus een thuiswedstrijd met deze ontvangst. Diverse kampioenen mag de Eemslag ook dit seizoen weer bijschrijven op de hoogste niveaus. Hier zien we Margriet Heijnen, Nederlands kampioen dressuur. Ja, voor mij is het ook heel erg belangrijk. En ze haalt haar trainster Adeline naar voren en bedankt haar hier ten overstaan van de zaal. En heeft toch een paar grote toernooien op haar naam gebracht. Hartelijk gefeliciteerd. Geweldig. En we hebben het over Gerlissa van de groep Jong Oranje trampoline springen met haar topsportstatus. En hier Sven Hop, ook trampoline in Jong Oranje. Ja, ik heb een hele drukke week in Leding. Ik train 14 uur in de week. Ik moet helemaal naar Apeldoorn met de auto. Uur heen, uur terug. En dan ook nog school ernaast. Maar het is wel heel erg leuk. En ik heb er plezier in. En Sven Hop zagen we afgelopen seizoen bij het Sportcafé, zo ook Aileen de Graaf. En, ja, Aileen, dat is toch bijzonder. Je hebt begrepen dat je op dit moment tweede staat op de wereldranglijst. Ja. Dus ja, één plek, wie is de grote concurrent? Dita Hedman. Dita Hedman. Oké, okay. In Engels. Ja. Oké, okay. Cool. Nou, veel succes Aileen. Dank je. Dan gaan we naar de tafeltennisvereniging Bunschot. Het eerste team werd kampioen van de tweede klasse en gaat in de afdeling midden. En ook voor de tafeltennissers dus een medaille omgehangen. Nederlands kampioen synchroon, trampolinespringen, categorie D junioren, Alinda de Graaf en Harriette Hopman. Ja, je mag blijven staan hoor, gezellig. Ja. Ook Nederlands kampioen synchroon, categorie C junior, senior, Erik Niesing en Jim van Spengen. Applaus. Onder andere Nederlands kampioen individueel, categorie C, Rick Veldhuizen. En met Rick Veldhuizen van Agilitas. En deze mensen van Agilitas, u ziet toch de trainer, sluiten we dit gedeelte af. De bar is open. De bar is open, zegt wethouder Bert Koops. En die zien we dus nog staan, de kampioenen van het afgelopen seizoen. Op de foto. En vereeuwigd voor het nageslacht op die manier. En wie staan er dan volgend jaar daar ergens bij een sportvereniging in Bunschoten-Spakenburg? Wie krijgt dan de gemeentemedailles omgehangen? Dat zal onder andere afhangen van een goede vakantie en een goede voorbereiding. En dan een seizoen wat ook met een beetje geluk moet verlopen. Geluk was in ieder geval voor de afgelopen mensen die de FC Bunschoten hebben gehaald. We gaan eens kijken welke 11 namen er met kop en schouders bovenuit steken. De best of FC Bunschoten van het afgelopen seizoen. Op de goal zien we dan staan Zonneveld. Patrick Zonneveld won het in punten van Barry Dietewig. Dan een achterhoede bestaande uit Dominique Scholte, Nick Ripson, Jan-Pieter Hartog en Tony Tol. Het middenveld van Amesguio op links, Pinacci, zorgt voor wat verdedigende taken. Dat zal ook voor Hollard het geval zijn. En Michael de Harder mag er weer aanvallende impulsen gaan vertonen. Kees Tol in de spits en Thomas Verheid. En in de opstelling zien we zeg maar een mooie scheiding tussen links en rechts, tussen blauw en tussen rood. Dan hebben we ook nog wat reserves, mensen die aardig wat keren werden gekozen. En toch met elkaar wel een mooie bank vormen met Dieterwig, Buitenhuis, Van Noord, Kuipers, Burgerhout, Ahoui, De Graaf, Haan en Jelmer. De best of.
Zij zijn ook vereeuwigd en hebben we een mooi plekje kunnen geven. Volgend seizoen beginnen we weer met een schone lei. Ik heb het over volgend seizoen. Dat betekent dat we dit seizoen afsluiten. Ook met het Sportcafé. We gaan er een aantal weken tussenuit. U ziet de komende 5 weken wat herhalingen met de leukste gedeeltes uit de interviews van de afgelopen maanden. En dan hebben we een gedeelte dat we ons even kunnen prepareren op een nieuw seizoen. En dan beginnen we dat seizoen met de Supercup. We laten daarvan een samenvatting zien. En in het programma maken we ook kennis met de trainer van rood of blauw of groen. Dat moeten we nog even inplannen. We gaan de eerste 3 afleveringen in ieder geval de trainers spreken. We gaan de nieuwe spelers aan u presenteren. En dat doen we dus halverwege de maand augustus. Dan zijn we weer bij u terug voor een kakelvers seizoen. Nu rest mij u en namens de redactie van het Los Sportcafé u een fijne, prettige, sportieve ook vakantie te wensen. En we zien elkaar over een paar weken weer terug.